we zijn een melkveebedrijf De Ruiter uit Marseilles. We zitten op 11 jaar zijn we nu op deze plek aan het boeren. We hebben op 2 locaties gezeten in het voorheen. En daarom hebben we op deze locatie een nieuwe stal gebouwd voor 180 melk- en kalfkoeien. De vorige robots die waren eigenlijk 10 jaar oud, of al 11. En dat contract wou ze niet meer verlengen omdat de kosten te hoog waren. Daar waren wij niet 100% over tevreden. En toen kwam de V300 in zicht. En daarom zijn we eigenlijk overgeschakeld. Vergrindflen, de dealer, die had alles goed voorbereid. Die kwam met een aannemer. Het was allemaal afgesproken wanneer op welk tijdstip dat ging gebeuren. En zo is het eigenlijk ook precies gegaan. Op jaarbasis aan melk leveren we ongeveer 10.250 kilogram per koe af bij de fabriek. En dat komt met die 180 koeien neer op 1.050.000 liter. Dat is ongeveer melk met 4,20 vet en 3,50 eiwit. Met nu een celgetal van 95 en een kiemgetal van 9. Ja, de ervaringen zijn super. De melkkwaliteit is gestegen, het celgetal is gezakt. We hebben meer liters per koe. En we kunnen met deze robots veel meer koeien melken dan we voorheen konden. Plus daarbij zijn de vaste kosten met het all-in contract vooraf duidelijk voor het hele jaar. Dit is echt een intensieve vuurbehandeling en dan sluit hij pas aan en dan is die koe ook zo leeg, waardoor het celgetal eigenlijk 100 punten is gedaald. Vroeger hecht ik er altijd heel veel waarde aan om heel veel melkbeurt te hebben. Tegenwoordig met de V300 heb ik liever wat minder melkbeurten en wat meer liters per melkbeurt, zodat de uiergezondheid beter blijft, die spenen minder belast worden. En ik toch evenveel liters in de tank heb. Vroeger zat ik 3 keer per dag zeg maar, rond de 10 liter. En nu zit ik 2,8 keer per dag rond de 12, 13 liter. Ja, voorheen zaten we met 150 koeien melken gewoon aan de max. En nu kunnen er makkelijk 20 tot 30 nog bij. En als ik 20 koeien tel keer 10.000 liter, dan is er gewoon 20.000 liter. En als er 5 cent aan overhoudt, dan heb ik toch 10.000 euro te pakken. Met hetzelfde melksysteem, zonder extra kosten. Het inregelen van koeien, dat hoeft eigenlijk niet. De koe loopt in de robot en wordt gemolken. Nou, ik denk dat de mensen die zeggen dat ze 1% per liter aan contractprijs hebben bij het all-inclusive of gewoon, dan denk ik dat dat niet kan. Dit is veel scherper, want ik zit nu met een contract, het all-inclusive contract van 1,1 cent per liter. En er zit dan ook daadwerkelijk alles bij. Dat is ook al inclusief en niet dat je nog de helft zelf moet betalen van de kosten. Bij het vorige melksysteem wat ik had, daar klopten de liters nooit met de liters die in de tank kwamen. En dat is dan eigenlijk jammer, want als je elke dag zeg maar, een liter meer produceert met de robot, terwijl die niet in de tank terechtkomt, dan moet je over die separatiemelk die de robot wel aangeeft, toch die fosfaatrechten kopen. En dan kwam ik bij het vorige systeem toch al gauw aan een kostenpost van 5.000 tot 10.000 euro. Wat ik extra kwijt was en wat ik eigenlijk niet had geleverd. En bij de V300 koopt de liters die de robot aangeeft plus de separatiemelk exact met wat er in de tank terechtkomt. Ja, in de tank heb ik nu meer liters met een betere kwaliteit en met een lagere kostprijs. Dat denk dat iedereen er wel wil.